Ajax zal dus wel in deze formatie spelen. Bals in het doel als Auspoetser, Vazovic. Daarvoor Suurbier, Hulshof, Van Duivenbode, Zwart, Pronk, Groot, Muller. En dan blijft er voor de top, blijven er over Keizer en Cruijff. Die af en toe vermoedelijk Zwart met zich mee zullen krijgen. Spartak speelt met dezelfde ploeg van 13 april. Met dien verstande dat Kozinka, de keeper die toen inviel voor Garrigue, dat die nu van het begin af aan tussen de palen zal staan. Overigens hetzelfde elftal. Aftrap van links naar rechts in uw beeld. Spartak. Dit was Dobiasch. Henk Groot. Tegen de rug van Piet Keizer op. Dobiasch. En die bal is out geweest. Een inworp voor Benny Muller. Ik zit hier vlak aan de zijlijn. Ik zal af en toe wel eens een speler binnen in mijn hokje krijgen vermoedelijk. Mocht u een onverwacht geluid horen, weet u wat het kan zijn. Intussen Kuna aan de bal. Voorzichtige opening voor Ajax. En de eerste stormlopen van Ajax. Hopelijk niet van zal schrikken. De eerste stormlopen van Spartak. Het is een vrij klein veld hier. Het heeft zeker niet de maximale afmetingen van 110 bij 70. Vermoed dat het niet langer dan 100 meter is en niet breder dan 60. Jarabek. Agara. Weggekopt Vazovic. Overgenomen Zwart. Kuna, Agara, Adamec, ingreep van Benny Muller, Groot kan niet loskomen. Neemt niet Gert Bals de doelschop, maar een verdediger, in dit geval Vazovic. Martinkovic, Keizer, omhaalt Dobiasch, op de wreef van Pronk. Agara, heel Ajax op de eigen helft terug. Adamec, bij toeval, Groot. Cruijff voor het eerst aan de bal, Zwart. Keizer in duel met Majernik. Oud geweest. Keizer levensgroot in uw beeld. Gaat hier ingooien. Cruijff. Keizer. Naar Cruijff. Houdt hem niet binnen. Vier minuten gespeeld. Spartak Ajax. Geen doelpunten. Rusecki, Kuna, Dobiasch, Pronk, Kabat. En daar wordt Bals zeer unfair omvergelopen
door Adamets, die geen enkele poging deed om de bal te spelen. Blessure voor Gert Bals. Verzorgd door Salo Müller. Keizer, daar werd Cruijff tegen de grond gelopen door Hagara. Als u vanmiddag zachtzinnigheden mocht verwachten, dames en heren, kunt u beter op de... En vindt een vrije man in zwart. Goed. Benny Müller, fel vechtend om de bal. Goed gedaan, Benny Müller. Kaakzwart. Majernik naar Hagara. In de diepte. Pong. Kuna op zoek naar Martinkovic. Van Duivenboden. Niet goed weggewerkt. Rusetski. Naar Dobias, meegekomen rechtsbuiten. U kent hem van Amsterdam. Rosetski. Op de slot van Goot. Verre kopbal, Jarabek, Van Duivenboden, Müller. Dobias. Even weggewerkt. Pasovic. Dobias. Terug naar Dobias. Tegen Schatzwart. Hagara. Hulshof, goed gedaan. Müller. Hagara. En weer een vrije schop voor de Slowaken. Weggekopt Groot, nogmaals Groot, Pronk. En nu gaat Cruijff achter de bal aan, hij is sneller dan de verdedigers. Cruijff alleen op de keeper af, het is een kans voor hem, hij gaat scoren. Nee. Werd op het laatste moment, werd hij getrapt en ligt nu geblesseerd en kennelijk zeer pijnlijk getroffen in uw beeld. Een strafschop zou me niet verwonderd hebben. Even goed als Pronk hier, kennelijk te hoog trap. Unieke kans voor Ajax leek dat om op 4-0 te komen in feite. Cruijff was duidelijk sneller dan de verdedigers, maar hij werd op het laatste moment onreglementair gepakt. Dobias duwt licht in de rug van Keizer. Müller, Cruijff, maar Cruijff is niet fit. Kuna. Ziet geen opening, speelt dan maar terug. Naar Jarabek. Die zoekt het hier bij Dobias op rechts. Weer Dobias dankzij Adamets. Müller. Adamets. Nog steeds goed, Gert Bals.
Cruijff hier vlakbij mijn commentaarpositie. Nog steeds pijnlijk trekken benen. En ze waren een kans daar voor Piet Keizer. Maar die loopt zich vast op Jarabek. Agana. Majernik. Vilshof. En daar gaat dan Daniel op stond. Naar Groot. Groot ineens mee naar voren. Ajax heeft in de frontlinie zo weinig aanvalskracht, aanvalsterkte. Müller. Paas bedoeld voor Keizer, die op de rechtsbuitenpaas zich bevindt. Rutschke, Setschki. Doorgespeeld Kuna. Daar kwam Hulshof. En Bals. Slechte doeltrap van Bals. Schot van Kuna. Het is een goal. Een doelpunt van Kuna. Ontstaan uit een foutieve uittrap van Gerrit Bals. In de 27e minuut. Een doelpunt van de lange Kuna. Hier ziet u het in herhaling. Goed ingrijpen van Bals, maar slecht wegtrappen. Opgevangen door Kuna. En Bals is nog niet in zijn doel terug. Of het hoge schot heeft hem al gepasseerd. Uitstekend geprofiteerd door deze man. Kuna, 21 jaar. International van Spartak Trnava. 1-0 voor Spartak. En in feite dus 3-1 voor Ajax. 27e minuut. En nu dreigen we allemaal uitgerookt te worden, want er wordt hier met rookbommen gegooid. Maar het waait gelukkig nogal. Hoewel, u ziet hier, dat is toch een iets wat nevelig schouwspel. Paas wordt niet begrepen. Opluchting via Van Duivenbode. Jernik.
Dat mislukt. En dan maakt Keizer Hens. Bal ligt niet stil, maar scheidsrechter laat dat doorgaan. Want hij is van plan hem van rust te blazen en dat heeft hij nu gedaan. Moeilijke eerste helft voor Ajax, dat zult u wel met mij eens zijn, dames en heren in Nederland. Doelpunt van Koena in de 27e minuut. Belangrijk ook dat Cruijff al zo spoedig moest uitvallen nadat hij bijna had gescoord. En daarbij dacht ik dermate unfair was behandeld dat Ajax recht op een penalty had gehad. Die is dan niet gekomen. 1-0 achterstand halverwege, of zo u wilt, een 3-1 voorsprong. Samengerekend met de match in Amsterdam. Ajax nog niet op het veld. Ajax dat nu de wind in de rug krijgt. De scheidsrechter en Ajax. De scheidsrechter vermoedelijk uitgefloten omdat hij die tweede goal geannuleerd heeft van Spartak. De scheidsrechter die dacht ik wel een paar foutjes heeft gemaakt, maar dat mag hij. Die in het algemeen de zaak redelijk onder controle heeft gehouden. Zelfs in tegenstelling tot zijn Zuid-Slavische collega die we gisteren bij Slovan Bratislava tegen Dunfermline uit Schotland aan het werk zagen. En daarbij is het een complete pan geworden. Die niets meer met voetbal te maken had. Danielsson op het punt van aftrappen voor met Keizer. De tweede helft Ajax van links naar rechts over uw scherm. Hagara. Suurbier. Kuna. Rusecki. Dobijas, en die moet dan verder die aanval weer opzetten. Afijn, u hebt het al ontelbare keren al dus zich zien ontplooien. Koena. Hulshoff zat ertussen. Dieptepaas zwart op Keizer. De Keizer komt duidelijk snelheid tekort. Dobijas. Dobijas. Kazovic met de doelschop. Krijgt bal nog steeds last van zijn enkel blijkbaar.
hoewel het aan zijn bewegingen niet te merken is. Keizer alweer daar in de tang genomen. Martinkovic met Hulshof. Vrijschop tegen Hulshof. Martinkovic. Hagara! Pronk. Hagara. Kuna. Kabat. Hulshof. Uitstekend. Majerni. En die bal is oud geweest. Dames en heren in Vlaams-België. Ik begrijp dat ik op dit moment ook voor u commentarieer. Ik weet niet op welk moment dat begonnen is. U vindt wel goed dat ik het nu dan even zeg dat de stand 1-0 voor Ajax is. De 1-0 voor Spartak is door een doelpunt van Kuna in de 27e minuut van de eerste helft gemaakt. Dat Ajax de thuiswedstrijd met 3-0 heeft gewonnen en in feite dus nu met 3-1 leidt. En dat we een voortdurend offensief zien, ook in het begin van deze tweede helft van de thuisclub. Kuna. Vrij schot. In de buurt van de cornervlag. Martinkovic. Wiskekamp de Groot. En het is een doelpunt. En het is weer een doelpunt van Kuna. Oh, 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 oh. Een doelpunt van Kuna uit een vrije schop vlak bij de cornervlag genomen in de vierde minuut van de tweede helft. Hier ziet u het in herhaling. Daar krijgen we die vrije schop. Genomen door Martinkovic, misgekopt door Groot en ingekopt door Kuna. En dat is 2-0. Voor Spartak. De Serviër ligt volkomen dizzy op het gras. Maar voorlopig gaat het spel verder. Jarabek. Kabat. En getrokken. Dat wordt weer gevaarlijk. Weggekopt. Hulshof weer. Hoer. En nog steeds Hulshof. Nu komt hij overeind. Kabat. Hulshof. Hagara. Knap binnengehouden. Voortreffelijke fysieke conditie de Slovaken. En dat is nu geen buitenspel meer. En daar komt de kans voor Adamec. Nog steeds de kans. Naast. Oh, oh, oh. En wat houden we eraan over? Een blessure. Maar dat valt mee van Hulshof. Daar viel Ajax bijna in de kuil. Die het voor Spartak gegraven had met die buitenspelval. Drie minuten, vier minuten. Hoe kan een minuut zo lang duren?
Majanik. Rusetski. Op de slof van Vazovic. Prooi voor Jarabek. Heel voorzichtigjes naar Hagara. En daar komt hij. En wat komt hij? Hoog voor de goal. En een uitval van Bals. Op een kopbal weer van Kuna. Bals, ik geloof dat hij vandaag zijn club redt. Al had hij dan schuld aan het ene doelpunt, het eerste. Hij heeft daarna een aantal prachtige reddingen verricht. En weer Bals. Kabat. Drie minuten nog. Over Surendonk heen. Dobias. Jarabek. Schot van Jarabek. Dalend schot. Gevaarlijk. En zo blijft het tot de allerlaatste seconde een kwestie van overleven of sneuvelen. Agara. Groot. Zwart eindelijk een beetje naar voren. Uretski. Majernik. Majernik. Vergist zich in de bal. Danielsson alleen maar. Kom snel. Juist. Oh, obstructie. Obstructie tegen Danielsson. Elboog van Jarabek in het gezicht van Inge Danielsson. Het moet nu bijna tijd zijn. 1 minuut misschien nog. Ben Muller. En scheidsrechter kijkt alweer op zijn horloge. Waarschijnlijk is dit de laatste aanvalstoot van de Slowaken. Ajax gaat het halen. Ajax redt het toch. Nogmaals, die blik naar het horloge en daar is het eindsignaal. Ajax, we zien ze terug op 28 mei in Madrid in de finale. Maar och, u zult niet van mij horen dat ze vanmiddag hier goed gespeeld hebben. U zult ook niet van mij horen dat de 2-0 overwinning, die tegelijkertijd een 3-2 nederlaag betekende voor de Slowaken, dat die onverdiend was. Ze waren veel beter, ze waren veel sterker. Ajax heeft alleen maar verdedigd, heeft aanvallend niets kunnen laten zien. Maar heeft vrij goed, zij het niet, feilloos verdedigd. Hultshoff die hier op de schouders gaat, dat wou ik nog even onderstrepen. Dat is zeer verdiend. Hultshoff met Bals. Twee voortreffelijke Ajax-verdedigers. Het is moeilijker geworden dan we gedacht hadden dat het zou worden. Spartak is met ere ten onder gegaan, maar Ajax, de kampioen van Nederland, gaat naar de finale in Madrid op 28 mei. En voor ik u nu teruggeef naar Bussum, dames en heren, wou ik nog even aan u kwijt
dat u morgenavond omstreeks 7 uur op Nederland 2 enkele filmimpressies die NTS Sport hier gemaakt heeft en u nog zal maken, zult kunnen zien. Graag uw aandacht daarvoor. Dank intussen wat die aandacht betreft vanmiddag hier betoond. Voor u bij uw toestel voor deze merkwaardige happening.